Universiteit van Nederland. Om niet steeds te verdwalen of tegen muren aan te lopen, lezen wij voortdurend onze omgeving. En dat niet alleen verkeersborden, maar ook een plein of een gebouw stuurt ons de goede kant op. Nou, bij dit grote rode gebouw is eigenlijk meteen duidelijk waar de ingang is. Die zit in het midden. Je hebt hier bijvoorbeeld niet een bordje ingang nodig, omdat je het aan het gebouw zelf meteen al kan zien. Dit klinkt misschien als een open deur, maar zonder goede informatie raak je al snel de weg kwijt. Wat je vaak ziet waarin het misgaat is veel te veel informatie. Wegopbrekingen of als je een andere route dan normaal moet volgen, dan wordt dat aangegeven met heel veel borden. Zoveel dat je eigenlijk de informatie niet meer goed kan opnemen. Fenne Roefs is informatieontwerper bij een toonaangevend ontwerpbureau voor bewegwijzering. En ze is wetenschapper bij de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in hoe je mensen het best kunt helpen bij het vinden van de weg. En vandaag neemt ze ons mee op stadssafari door Utrecht. We beginnen in de oude binnenstad, waar je onbewust al veel herkenningspunten ziet. De grachten waar we nu ook langs lopen, die zijn een heel belangrijk herkenningspunt. Waar langs je je kan oriënteren. Maar van oudsher kan je ook denken aan de kerktoren. Dus de kerktoren bevindt zich vaak in het centrum. Dus mensen kunnen dat ook goed gebruiken als herkenningspunt om zich te oriënteren en om het centrum te vinden. Maar ook als je bedenkt dat je nog niet bij de stad of bij het dorp bent en je ziet de kerktoren in de verte, dan kan je dus ook aan de hand daarvan herkennen welke stad of welk dorp daar is. Ook als je niet die kant op kijkt, maar je hoort de kerkklok of als die bijvoorbeeld nog verstopt is achter andere gevels, doordat je hem ook kan horen, helpt dat natuurlijk ook in je oriëntatie. En dat klinkt misschien allemaal vrij logisch, maar hier is dus ook vroeger al over nagedacht door architecten. En dat doen ze nog steeds. Op het treinstation heb je verschillende geluiden bij het inchecken en het uitchecken. Dus een enkele toon is inchecken, een dubbele toon is uitchecken. En een soort hooglaag, hooglaag is als er iets misgaat. Het interessante van de geluiden bij het in- en het uitchecken is dat omdat je ze door de hele hal heen hoort, gebruiken bijvoorbeeld blinde reizigers ze ook om zich te oriënteren. En die krijgen daardoor een goed idee waar ze zich bevinden ten opzichte van de uitgangen. We nemen een kijkje op het grootste station van Nederland, Utrecht Centraal. Volgens onderzoekers een schoolvoorbeeld van hoe een openbare ruimte ontworpen zou moeten worden. De hal van Utrecht Centraal is eigenlijk best wel intuïtief ingericht. Dus de hal is eigenlijk in een lengterichting die heel duidelijk van de ene ingang naar de andere loopt. En er zijn ook lampen aangebracht die maken eigenlijk een soort lange lijnen die lengterichting versterken. En is dat nou in elk station zo? Veel stations wel, die hebben deze in grote lijnen deze opzet. Dus dat sluit ook weer aan op wat je verwacht als reiziger. Maar sommige stations die bestaan uit meerdere niveaus, waardoor je het overzicht helemaal niet zo gemakkelijk hebt. Bijvoorbeeld Sloterdijk in Amsterdam. Maar hier op Utrecht Centraal is over ieder teken dat je ziet nagedacht. Als je vanaf het perron de hal inloopt, loop je eigenlijk meteen ook weer tegen bewegwijzering aan. In dit geval is de spoor 14 tot en met 21 links van je en spoor 1 tot en met 12 rechts van je. Dit lijkt dus heel logisch, is het ook, maar waar is spoor 13? Dat is een goede vraag. Ja, geen idee. Nee. Dus wat je zou kunnen bedenken van, oh, dat is niet logisch, maar wat ons eigenlijk nooit opvalt, is dat er ook allemaal spoornummers niet worden verwezen. Maar dat zijn sporen waar vandaan ook nooit een trein vertrekt. De spoor 13 zoek je ook nooit. En dat is maar goed ook, want dat spoor bestaat niet meer. Fun fact, er is nog een spoor dat ontbreekt op Utrecht Centraal. Weet jij welke? Zo'n hub als Utrecht, dat is helemaal uitgedacht. En elke locatie van elk bord is helemaal precies uitgetekend, afgestemd met architecten enzovoort. Om het allemaal zo gemakkelijk en vloeiend mogelijk te maken voor alle reizigers. De spoornummers, de treininformatie, de bewegwijzering, die staan allemaal haaks op de hoofdroute. Terwijl de informatie van de winkels, dus de namen en de merken, die staan parallel aan de hoofdroute. Oké, dus haaks op de looproute staat alle informatie die we nodig hebben voor de reis, zodat we alleen nog maar omhoog hoeven te kijken. En parallel aan de looproute staan de minder belangrijke dingen, zoals de namen van winkels. En dan zijn er ook nog andere dingen die we lezen, zoals kleuren. Bij de roltrappen is veel beeldtaal gebruikt. Bijvoorbeeld kleurcodering, groene kleur om aan te geven dat we er hier in mogen en rode kleur waar je er dus niet in mag. Rood is hier een kleur, een signaalkleur die aangeeft alles wat niet mag.
Maar op andere plekken in het station is rood ook gebruikt als signaalkleur. Maar dan bijvoorbeeld om apparaten voor een noodsituatie aan te geven, zoals de brandblusser. Maar het kan ook gewoon een merkkleur zijn, zoals bijvoorbeeld de HEMA of de Bruna. Want ons brein weet, ik hoef niet bang te zijn voor de HEMA of de Bruna. En zo kan het dat je brein, de kleur rood, onbewust een andere betekenis geeft als je op een andere plek bent. Als je in de supermarkt op zoek bent naar chocola en je ziet rood, dan denk je aan... Puur. Ja. Precies. Dus al die verschillende betekenissen die kunnen heel goed naast elkaar bestaan. Zolang ze maar wel aansluiten bij wat je verwacht in die context. Dus als de rode chocolade ineens melkchocolade is, dat zet ons dan even op het verkeerde been. Wat soms ook expres is gedaan. Ik denk dat we stiekem allemaal wel weten over welk chocolademerk dit gaat. Tony? Maar als we verder om ons heen kijken in de hal van Utrecht Centraal, zien we allemaal borden met pictogrammen die ons iets willen vertellen. Denk bijvoorbeeld aan dat groen-witte pictogram dat aangeeft waar de uitgang is. Het uitgangspictogram is een tekening van een hoekje met een pijl eruit. Maar die is eigenlijk heel abstract. Dus we hebben met elkaar afgesproken, zo verwijzen we naar de uitgang. Maar het is niet een plaatje wat je meteen zou herkennen. Dat is wat we noemen een symbolisch pictogram. We hebben met elkaar afgesproken wat het betekent. Een ander mooi voorbeeld is het pictogram van een man of een vrouw. Op het wc-gebouw staan pictogrammen van een mannetje en een vrouwtje. Het is ook wel interessant, want in zekere zin kan je zeggen dat is dus een herkenbare tekening. Dus die hoef je niet te leren. Maar de afspraak is dat het mannetje en het vrouwtje betekenen dat daar de wc is. Dus in die zin zijn het ook weer symbolen, want het is niet een tekening van een wc. En zonder dat je erbij stilstaat, kom je pictogrammen overal tegen in het dagelijks leven. Kijk maar eens naar het waslabel van je t-shirt of de trui die je aan hebt. Als je goed kijkt, dan zitten er sommige iconen bij die wel redelijk begrijpelijk zijn. Zoals hoe heet je het mag wassen of strijken. Terwijl andere iconen eigenlijk heel abstract zijn, zoals een driehoek met een kruis erdoorheen. Dat is dus weer een symbool. En de betekenis weet je alleen maar als je die hebt geleerd. Een icoon is een hele simpele tekening die verwijst naar zichzelf. Dus wat er staat, dat is ook wat het betekent. Zoals het icoon van de strijkbout. Dat betekent, je mag dit strijken. Terwijl een symbool is eigenlijk meer een afspraak. Het is ook een eenvoudige tekening, maar het verwijst niet naar zichzelf. Ja, want aan een driehoek met een kruis erdoorheen kun je niet aflezen dat je t-shirt niet mag bleken. Afijn, genoeg over waslabels. We gaan naar de Groenmarktstraat op een steenworp afstand van Utrecht Centraal. En waar op het station over ieder teken is nagedacht, is er bij dit grote appartementencomplex iets misgegaan. Want waar is nummer 3? Nou, stel je voor je bent op zoek naar nummer 3 of 5. Dan denk je, oh, 1? Ja. Nou, dan moet ik 1 of 2 deuren verder. Dus je loopt door en dan zie je hier een bord. Als je dat al opvalt, 2 tot en met 17, entree met een pijl. Dus dan denk ik ook, nou, moet ik nog een stukje door en dan moet ik naar links. Maar dan kom je weer een ander bord tegen. Hier hangt een bordje, Groenmarktstraat, 21 tot en met 36. Huh? En waar zou nummer 3 nou zijn? Ik denk dat mensen nu echt in de war zijn. Waar is nummer 3? Misschien gaan ze terug, misschien lopen ze nog een stukje verder door. Maar het is volkomen onduidelijk. We zijn natuurlijk niet voor 1 gat te vangen en dus zoeken we nog even door naar nummer 3. En via een trap aan de zijkant van het gebouw komen we bij een binnenplaats. Daar hangt een bord en zien we eindelijk waar nummer 3 is. Wat hier misgaat is dat de huisnummers niet zitten aan de kant van de straat waar je ze verwacht, maar aan de achterkant. Dus wat je het liefste zou willen is dat de ingangen van alles waar mensen naar op zoek zijn op de logische volgorde aan de straatkant zitten. Dit klinkt misschien vanzelfsprekend, maar als het misgaat kan dit best gevaarlijk zijn. Stel je bijvoorbeeld voor dat de ambulance hier moet zijn en ook in de war raakt en het goede huisnummer niet kan vinden, ja, dan kan het wel serieuze consequenties hebben. Ja, dan zou het levensbedreigend kunnen zijn. Ja. En dan, na een flinke wandeling, eindelijk nummer 3. Nou, nummer 2 tot 17. Groenmarkt staat 2 tot 17 en nummer 3. Dat we soms de weg niet kunnen vinden, gebeurt niet alleen op straat. Ook in winkels kun je soms flink verdwalen. Alhoewel dat vaak met een reden is. We hebben eigenlijk allemaal best een goed beeld van hoe de supermarkt meestal is ingericht. En waar je welke soort producten kan verwachten. Dus bijvoorbeeld groente en fruit vaak aan het begin. Maar bijvoorbeeld eieren, die zijn vaak moeilijker te vinden. Dus ik heb daar ook niet een heel duidelijk beeld van waar in de supermarkt ik die kan verwachten.
En op zich is dat voor de supermarkt vaak helemaal niet zo vervelend. Want mensen die op zoek zijn naar de eieren, die lopen misschien wel heel veel gangpaden door. Waardoor ze misschien net een aanbieding meer meepikken dan ze aanvankelijk van plan waren. Een ander voorbeeld waarbij het moeilijk kan zijn om je weg te vinden is bijvoorbeeld bij IKEA. Dat komt omdat IKEA het eigenlijk allemaal zo heeft ingericht dat vooral die kronkelroute door alle afdelingen heen heel duidelijk is. Je hebt ook allemaal afstekertjes, maar die zijn wel moeilijker om te ontdekken. Dus of je nu op het station, op straat of in de winkel loopt, overal sturen borden, geluiden of gebouwen je onbewust een kant op. En waar het op Utrecht Centraal goed gelukt is, kan het soms heel frustrerend zijn als dat niet zo is. Als je nou wel eens verdwaalt of iets niet kon vinden of juist iets hebt gevonden wat je niet zocht en het hebt gekocht terwijl je dat niet van plan was, neem het dan niet jezelf kwalijk, want het is ook vaak een gevolg van hoe de hele plek is ingericht en de informatie die het meeste jouw aandacht heeft getrokken. Fijn, deze smoes kan nog vaak van pas komen. Dankjewel, Fenne. En jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.